Je quilt doorquilten met een naaimachine. Hoe doe je dat eigenlijk? Mijn naam is Marlies van Quilt Inspiratie en ik geef online quiltcursussen. En hier op mijn YouTube kanaal geef ik allerlei tips over patchwork naaien met een naaimachine. Dus als je dat leuk vindt, abonneer je dan op mijn kanaal, zodat je al mijn tips ook altijd krijgt. Je quilt doorquilten met een naaimachine. Hoe doe je dat eigenlijk? Als je een quilt maakt, dan begin je altijd met de bovenkant. Vaak is dat patchwork of applicaties. En daarna, als de bovenkant af is, ga je hem doorquilten. Daarvoor doe je er een quiltvulling achter en een achterkantstof. Kijk. En dan ga je die drie lagen doorquilten. Met mooie patronen kun je dat doen. En we noemen dat quilten uit de vrije hand. Hier zie je bijvoorbeeld een patroon. Hier zie je het op het wit, ook goed op de camera. Maar de hele quilt is doorgekwild met patronen. En hoe je dat doet, laat ik je zien in de video. Maar wat je daarvoor moet weten, is dat je het ondertransport uitzet en een speciaal voetje gebruikt voor quilten uit de vrije hand. En dat zorgt ervoor dat je zelf die quilt alle kanten op kunt bewegen, zoals je zo kunt gaan zien. En van die hele mooie patronen kunt gaan maken. Wat ik je hier nog wel bij moet vertellen, is dat dit niet iets is wat je zomaar eventjes kunt gaan doen. Je moet dit echt leren. En als je mijn filmpje net hebt gezien, dan denk je misschien, oh, dat ziet er leuk uit, ga ik ook eens proberen. Ga het zeker proberen, het is ook heel erg leuk. Maar bedenk wel dat het de eerste keer waarschijnlijk niet zo makkelijk en soepel gaat als dat je het op de video zag. Bij mij was dat de eerste keer niet zo. En bij andere quilters die ik les heb gegeven is dat ook niet zo helaas. Het is iets wat je moet leren. Het is een techniek die je kunt leren. En je moet er gewoon eigenlijk les in nemen. En daar wil ik je heel graag in helpen. Er zijn anderen die je daar ook bij kunnen helpen. Mocht je nou graag meer willen leren over het maken van quilts, download dan mijn snelcursus Patchwork maken met een naaimachine. Die kun je hieronder downloaden, is gratis. En dan krijg je 7 lessen via de mail waarin je leert wat het inhoudt om quilts te maken. Hoe het patchwork naaien met een naaimachine gaat, wat voor technieken daarvoor zijn. We gaan het ook nog even hebben over dat doorquilten. Dus als je hiermee verder wil, download gewoon even die snelcursus. Dan kun je meteen aan de slag.